kunst die de Italianen beheersen. Wie kan de stamboom van de familie van John de Mol tekenen en weten wat het rijkste land van Europa is? Wie kent 's werelds beste gitaristen en hun bijnamen? Wie weet op welke dagen we feest vieren, wat pompoms zijn en wanneer koning Attila leefde? Wie is de slimste mens? Is het Merel Westrik? De beer is los, of liever de Merel? Van voetbal weet ze meer dan menige kerel. Of is het Ronald Snijders? Met een vraag over Valentijnsdag won deze absurdist de finale strijd. Dat was een kleine stap voor hem, maar grote stap voor de mensheid. Ze worden uitgedaagd door Dominique van der Heijden. Deze journaliste wijst ons de weg in de Haagse politiek. Maar wat weet ze van showbusiness, wetenschap of klassieke muziek? Welkom bij De Slimste Mens. Goedenavond. Goedenavond en welkom bij De Slimste Mens. En welkom Dominique van der Heijden. Je gaat weg bij het NOS-journaal. Wordt de waakhond voor Nieuwsuur. Wanneer gaat het in? 1 januari. Oh, dus we zien je nog eventjes, ja, gewoon om 8 uur. Precies. Ja. Wat ik mij afvroeg is of politici inmiddels bang voor je zijn. Doodsbenauwd. Nee, het valt wel mee. Nee, dat zou ook niet handig zijn. Want als ze heel erg bang voor mij zouden zijn, dan vertellen ze me niks. Hè? En ik wil natuurlijk toch achter de schermen horen wat ze nou echt denken en wat ze echt van plan zijn. Maar kan ik een goed verhaal vertellen natuurlijk. Ik zou me kunnen voorstellen dat ze wel af en toe eens klagen. Nee, dat durven ze dus niet. Dus misschien zijn ze toch een beetje bang. Ja. Ronald, wat een prachtig pak. Ja, dankjewel. Ja, ik had niet gedacht dat ik 5 uitzendingen... Dus ik ben nu een beetje door mijn garderobe heen. Ja? Is dit... Dit is het, jongens. Ja. Ja. Heeft dat pak ook een geschiedenis toevallig? Ik heb het 1 keer eerder aangehad. Dat is op het boekenbal. En ik heb een ander boek geschreven. Oh ja? Ja, dat heet Een Ander Boek. Dus als mensen in de boekhandel vragen, heeft u ook een ander boek? Dan krijg je mijn boek. En er komt nu een nieuw boek uit. Dat is echt waar. Er komt een nieuw boek uit en dat zijn 1000 neologismen, een woordenboek. En dat heet De Alfabetweter. En dat komt in november uit. Je had het ook een goed boek kunnen noemen. Dat is ook een goed boek. Oké. Ja, klopt, ja. Okay. Subtitel. Ja, een goed boek, ja. Ja, Merel, in de vorige uitzending bleek jij een echte natuurmens te zijn. Heb je dan ook een huis vol dieren? Ik hou van de natuur. Ik heb echt ontzag voor de natuur. En ik hou ook heel erg van dieren. Ik heb een hond, maar ik heb in het verleden ook wel wilde dieren mee naar mijn huis gesleept. Wilde dieren? Ja. Ik heb een vosje een keer gehad, een babyvosje. Heb ik opgevoed, dat bijna dood ging omdat zijn moeder hem was vergeten in het hol mee te verhuizen naar een andere plek. Dus dan ging ik om de 3 uur 's nachts ging dan op en dan gaf ik hem een flesje. En dat is uiteindelijk een hele grote vos geworden. En die werd weer wild en die hebben we uitgezet. En een keer een wezeltje. Babywezeltje. En dat was allemaal in Amsterdam met die beestjes? Ja. Ja, ja, nou ja, vooruit om mij. Wij gaan eventjes kijken hoe het is met onze jury. Een diepe stem, een zwarte trui, de meeste hersens van de natie. Ons jurylid is streng, maar toch. Hij valt bij jong en oud in de gratie. Hier is Maarten van Rossum. Maarten, jij bent onze hoofdmeester. Je hebt jarenlang gedoseerd aan de Universiteit van Utrecht. Heeft er altijd in jou een soort schoolmeester gezeten? Dat denk ik wel. Alleen als je jong bent, weet je dat niet. En bij je bent in verlegen en onzeker van jezelf. Dus je moet een beetje in het lesgeven zelf ontdekken wat je daarvan vindt. En ik dacht al heel snel, voor mij is dit een ideaal beroep. Ik mag graag alles uitleggen. Ook als mensen al lang weten hoe het zit, wil ik het graag nog een keer uitleggen. Dan zeggen ze ook wel, je hebt het alles. Nou, daar ken ik geen medelijden. Het wordt er altijd nog een keer doorheen gehaald. En ik heb altijd met het grootste plezier lesgegeven. Wij gaan naar de eerste ronde. Zoals altijd beginnen we met de ronde 3-6-9. We spelen 15 vragen. En bij elke derde vraag kan er 10 seconden worden verdiend. Wie goed antwoordt, houdt de beurt. En je kan in deze ronde nog geen tijd verliezen. Dominique, jij bent de nieuwkomer, dus we beginnen met jou. Vraag 1. Welke plaats in Noord-Holland huisvest de belangrijkste marinebasis van Nederland? Den Helder. Dat heb je helemaal goed. Jij steekt vaak over vanuit Den Helder naar
Ja. Texel, leuke plaats. Maar... een van de meest ellendige plaatsjes van Nederland. Werkelijk, je bent ook daardoor al bij je zo ongelooflijk blij dat je op Texel bent gearriveerd, dat je Den Helder weer overleefd hebt. Ze hebben trouwens in Den Helder ook enorm de pest aan die Texelgangers, want las ik nog eens daar, die geven niks uit in Den Helder. Maar het is me altijd raadselachtig geweest hoe je in Den Helder iets uit kunt geven en waaraan dat dan zou moeten zijn. Nee, het is een heel, heel droevig plaatsje. En het gekke is, Den Helder is de zonnigste plek van Nederland. Maar in metaforische zin is het eigenlijk de duisterste plek van Nederland. Dominique, vraag 2. Guacamole is een dip die voornamelijk bestaat uit gepureerde avocado's. Uit welk land is dit bijgerecht afkomstig? Mexico. Helemaal goed. Vraag 3 voor 10 seconden, Dominique. In welke stad woonde en werkte de beroemde 15e-eeuwse kunstschilder Hieronymus Bosch het grootste deel van zijn leven? In welke stad? Delft. Nee, dat is niet goed, Ronald. Brugge? Nee, dat is niet goed. Leiden. Merel. Nee, ook niet goed. Den Bosch. Hieronymus Bosch uit Den Bosch. Ja. We gaan verder met jou, Dominique. Vraag 4. Wie is de moeder van Johnny de Mol junior? Willeke Alberti. Ja, dat is goed, ja. Vraag 5. Luister goed. Het is een rekenvraag. Onze professor Maarten van Rossen is op koopjesjacht en vindt een prachtige zwarte trui met 20% korting. Aan de kassa moet hij €120 betalen. Hoe duur was de trui oorspronkelijk? Oh, verschrikkelijk moeilijk. Hier krijg ik meteen een... Ronald. €96. Merel. Wat zijn we hier in het oosten? Snel voor ons. Merel. Hallo. 147,50. Nee, dat was het ook niet. Ja, het is natuurlijk al sowieso een buitengewoon onwaarschijnlijk verhaal... Ja. Dat de professor op kopjesjacht gaat. Daarom. Maar die zwarte trui, ja, dat klopt wel. Ja, €150. Hè? Dus als die €120 moet betalen, ga maar na. 20% van 150, dat is 30, dus dat gaat er vanaf. Dus dan kom je op €120. Niet waar? Ja, en ik had dat zelf wel ook zelfstandig uitgerekend. Overigens zou ik dat veel te duur vinden voor zo'n trui. Dat dacht ik ook. Ik zou dat... Dominique, we gaan met jou door. Voor 10 seconden. Dolce far niente. De Italianen zijn er goed in. Wat betekent het? Heerlijk niks doen. Ja, is goed. Een zoete niets doen is het eigenlijk, hè? Ja. Ben jij er goed in? Ja. Als ik er tijd voor heb, wel. Ja, zie je wel. Dan heb je het al. In vakantie. Ja. Ronald? Ja. Ja, ben je wel goed in. Maar je werkt hard natuurlijk. Ja, ja als absurdist kun je gewoon niet anders. Nee, nooit rust nemen. Het gaat maar door. Maarten, hoe is het met jou? Ik was er vroeger ontzettend goed in. Maar het is in de loop van mijn leven minder geworden. En op Texel zit je toch wel af en toe in een lichtstoel, neem ik aan? Nee, ik zit nooit in een lichtstoel. Oh. Sterker nog, met het ouder worden zit ik steeds liever een beetje rechtop. Een beetje koel. Zodat je streepjes in je boek kunt zetten en zo. Het is heel mondelijk, maar dat gehang op de bank, dat is typisch puberaal, dit. Dit, dat doe je tot je 30ste en dan stopt het eigenlijk. Vooral ook omdat je niet meer overeind kunt komen. Dominique, we gaan met jou verder voor vraag 7. Wat is gemeten naar besteedbaar inkomen per inwoner het rijkste land van Europa en zelfs van de wereld? Italië. Dat klopt niet, Ronald. Ik zou zeggen Nederland. Nee, ook niet. Ik denk Zwitserland. Nee. Weet jij het, Maarten? Ja, dat is al sinds tijden Luxemburg. Ja. We gaan door, Dominique. Vraag 8. Welke Nederlandse regisseur was verantwoordelijk voor de succesvolle Hollywoodfilm Speed? Rutger Hauer. Nee, die andere. Jan de Bont. Jan de Bont, ja, helemaal goed.
Vraag 9 voor 10 seconden. Het best verkochte album van 2012 in Nederland was van de zangeres Adele. Ja. Wat is de titel van dat album? Het konijn. Dat is niet goed, Merel. Bleef angstaanjagend stil. Dominique. 21. Ja, dat is goed. Hij heeft er weer 10 seconden bij. We gaan weer door met jou, Dominique. Hoe heet de beroemde Amerikaanse tv-serie met in de hoofdrol een Schotse collie die in de jaren 70 en 80 ook in Nederland werd uitgezonden? Lassie. Helemaal goed, ja. Ja, ja? Ik wil hier iets aan toevoegen. Voor die mensen die denken, als ze ooit Lassie hebben gezien, dat het een enorm intelligente hond was. Een feit is dat Lassie door 17 verschillende honden werd gespeeld. Die allemaal één kunstje kenden. Waardoor je denkt dat Lassie 17 kunstjes kende. Honden zijn veel dommer dan je denkt. Maarten, ik ben je zeer dankbaar voor deze informatie. Dat kan, ja. Wij gaan verder met het spel. Ik citeer uit een liedtekst. Er zijn vliegtuigstoelen, miljoenen bijbedoelingen en bovendien zijn er limousines. En er zijn leugens over sterren die we toch niet zien. Welke Nederlandse band zingt deze regels? Ik kan niet opkomen. Ronald. Bluff? Ja, dat was inderdaad Bluff. Dat kwam uit het nummer Holiday in Spain. Goed, we gaan door met jou, Ronald, voor 10 seconden. Ja. Waar staat Nova voor in de astronomie? Een ster. Een ster. Nova. Nee? Nee? Ik dacht dat je weer konijn ging zeggen, nee. Maar dat is het. Nee, Merel. Ik dacht ook ster. Nova, nieuw? Geen idee. Ja. Nieuw. Wat voor ster zei je? Zeg het nog eens. Nieuwe ster? Ja, dat is helemaal goed, ja. Ja, ja, nieuwe ster of heldere ster, ja. Oh. Vraag 13. Merel, wat wordt verstaan onder het begrip vrije tijdsziekte? Ze kijkt me aan alsof ik Chinees spreek. Dominique. Het hebben van een hobby? Nee, dat is niet juist. Ronald. Een vrije tijdsziekte? Ja, ja, zo noem je dat. Ja, vrije tijdsziekte. Kort jakje. Dus Alfred is kort jakje ziek, midden in de week, maar op zondag niet? Een heel lang antwoord. Nee, dat is niet goed. Hè? Dat is... Dat is een hele rare associatie. Het is niet goed. Het is niet goed. Niet goed. Dat is een ziekte die je krijgt als je na hard werken, gestrest werken, plotseling ophoudt, hè, met een week met vakantie gaat. En veel mensen worden dan ziek in plaats van dat ze genieten van een vakantie. We gaan door. Merel. Attila was koning van een nomadenvolk dat in de 5e eeuw plunderend door het West-Romeinse Rijk trok. Welk volk was dat? De Hunnen. De Hunnen, helemaal goed. En dan de laatste vraag van deze serie voor 10 seconden. Wat is de bijnaam van de gitarist van U2? Hier een vraag over U2. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik weet niet, geen idee. Je weet het niet. Dominique weet het ook niet. Ronald, weet jij het? The X. Ja, dat is helemaal goed. Ja. Wij kijken even. We kijken even naar de score en dan zien we dat Merel en Ronald ieder 10 seconden hebben verzameld. Dominique heeft er 20. Dat brengt ons bij de volgende tussenstand. 70-70 voor Merel en Ronald. En Dominique heeft 80 seconden. In onze ronde Open Deur zijn we te gast bij 3 bekende Nederlanders. Zij stellen de vragen. We zoeken 4 antwoorden. Elk goed voor 20 seconden. Vanavond hebben jullie de keus uit 3 topvrouwen. TV-icoon Mies Bouwman, actrice Katja Reumer-Schuurman of zangeres Giovanka. Ronald, jij mag als eerste kiezen. Mies Bouwman. In 2004 organiseerde de KRO de verkiezing van de grootste Nederlander aller tijden. En ja, ik keek er ook van op, maar ik kwam op die lijst voor 1 plaats voor Willem Barents en 1 plaats achter Rinus Michels. Nou, daar kon ik wel mee leven hoor. Die fantastische Rinus Michels. Maar mijn vraag aan jullie is,
Wat weten jullie van Rinus Michels? Ja, kom maar. Oh, hij was in 1988 de coach van het Nederlands elftal. 1988 en 1974 was hij dat. Hij werd genoemd de generaal. Is goed. Hij heeft bij Ajax getraind. Goed. Hij heeft de landstitel behaald. Europees kampioen geworden. Jazeker. Merel? Bondscoach, stop. Dominique? Nederlands elftal, stop. We kijken even. Voetbal is oorlog, beroemde of berucht. Het is maar net hoe je bekijkt, uitspraak van hem. Wij gaan naar de videovraag nummer 2. Merel, en jij mag nu kiezen tussen Katja en Giovanka. Katja. Een van de dingen waar ik me graag sterk voor wil maken is eerlijke handel. Omdat ik geloof dat we zo het beste de armoede in de wereld kunnen bestrijden. Met mijn stichting Return to Zender zet ik me daarvoor in door eerlijke en mooie producten uit de armste gebieden van de wereld te importeren. Bijvoorbeeld in Peru. Wat weet je eigenlijk van Peru? Ja, Merel. Peru. Zuid-Amerika. Goed. Peru Machu Picchu. Ja, goed. De stad van de Inca's. Inca's? Pas. Ja. Ja. Die heb je cadeau gekregen. Vooruit. Dominique, de laatste. Sigaren? Pas. Ronald. Panfluit, stop. Je hebt toch van die Peruaanse panfluitspelers? Ja, waar we zochten Lima, de hoofdstad. Ja. Oh. Ja. Het mooiste land ter wereld. Wat toeristische tip waar je mensen naartoe zou willen sturen? Nou, het allermooiste wat ik ooit in mijn leven heb gezien was Antarctica. Dat was het onbeschrijfelijkste wat ik heb meegemaakt. Prachtig. Daar ben je geweest? Ja, ik ben er naartoe. Hoe kwam je daar zo terecht? Ja, dat was heel... Ik ben er naartoe gezeild op een zeilschip. En dan ga je 3 dagen lang ben je op open zee. En dan ga je over de Drake Passage. En die is heel berucht, want daar komen golven voor van meters hoog. En ik heb 3 dagen lang alleen maar gespuugd. Ik was ontzettend zeeziek. Het was echt afschuwelijk. Maar het moment dat je daar aankomt en je komt in die stilte en die serene schoonheid van die natuur en de ijsschotsen en al die kleuren blauw. En ik heb orka's gezien en walvissen. En dat is het prachtigste wat ik ooit heb meegemaakt. Heel bijzonder. Ja. Maarten, wat is het verste land waar je ooit geweest bent? Nou, geografisch het verste punt van Nederland verwijderd, denk ik, Californië. Maar behalve de VS ben je nog in landen geweest waar iets bijzonders was? Nee. Nee. Oh. Nou, dan hebben we dat ook gehad. Dominique, voor jou is alleen nog Giovanka over. Een van mijn allerbeste vriendinnen belde me op een dag gillend op dat ze danseres werd bij Robbie Williams. Ik heb dus ook heel veel concerten van hem mogen zien vanaf een hele goede plek door haar. Wat weet jij over Robbie Williams? Aan de drugs geweest. Ja. Hij heeft net een kind gekregen. Mr. Bojango, boyband gezeten vroeger. Hoe heette die ook alweer? Pas. Ronald? Take That. Ja, goed. Feel was een grote hit van hem. Crooner, stop. Merel? Ja, zanger, sing when you're, when you're winning, stop. Ik heb geen idee. Ja, Brits. Ja, Brits, ja, hij is Brits, ja. Ja, zo simpel is het soms. En Angels, dat is ook een grootste hit van hem. Ja. Dat is het. We kijken even naar de tussenstand en dan zien we dat Dominique 85 seconden heeft. Merel heeft er 113 en Ronald heeft er net iets meer. 120 seconden. Ja. En we gaan naar de derde ronde. En dat is de puzzelronde. We zoeken 3 verbanden die elk worden omschreven met 4 trefwoorden. Bij elk goed antwoord win je 30 seconden, maar denk niet te lang na, want de seconden tikken af en dat gaat heel snel. Dominique, jij hebt het minste aantal seconden, dus jij mag de eerste puzzel doen. Daar komt ie. Ziekte Dolly. Is goed. Denk hardop, helpt. DNA, griep, oorlog, pas. Merel.
Cholera. Cholera is goed. Chromosomen. Is ook goed. Ja. Ronald, puzzel 2. Even kijken, oogoblaasinstrument, eet pijpen, pardon. Demi Moore, nee, 50%, een half, de helft. Wiet ja. Is nacht, after eight. Pijpen, Otto, Schotland. Doedelzak. Ja, stop. Goed. Dominique. 8. Ja, is goed. Oh, jeetje, ja. Merel, puzzel nummer 3. Merk een voetbal, Marokkaans, gitarist, capuchon, korte rokjes, lang gewaad, boerka. Slow hand, boerka, yell, cream, pompons. Merk een voetbal, rugby, wat? Voor mannen, rugby, merk een voetbal, baseball, slow hand. Rugby, merk een voetbal, wat is het, gitarist. Marokkaans, lang gewaad, jalaba. Dat is goed. Korte rokjes, pompons, cheerleaders. Dat is goed. Laila, cream, gitarist, Prince. Prince? Nee. Ice cream, Laila, gitarist, slash. Stop. Jumie, meneetje. Dominique. Pas. Ronald. Eric Clapton. Is goed. Stop. Ach, ja. Kijk even naar de tussenstand, dan zien we dat Dominique 123 seconden heeft en Ronald en Merel, hoe krijgen ze het voor elkaar? 191 seconden. En in onze lijstjesronde moeten jullie om de beurt één antwoord geven. Elk goed antwoord levert 10 seconden op. Bij een fout antwoord of bij pas mag je niet meer meespelen. Dominique, jij mag beginnen, want jij hebt het minste aantal seconden. We zoeken de feestdagen die in Nederland worden gevierd. Maar niet alleen de nationale feestdagen, ook de dagen die gebonden zijn aan een religie of traditie. Zoals bijvoorbeeld 1 april. De dodenherdenking staat er niet bij. Dominique, jij mag als eerste beginnen, het eerste antwoord geven. Eerste Pinksterdag. Helemaal goed. Ronald. Tweede Pinksterdag. Ja, dat is ook goed. Merel. Bevrijdingsdag. Dat is goed. Dominique. Goede Vrijdag. Zeker. Ronald. Eerste Paasdag. Ja, Ronald. Merel. Tweede Paasdag. Hoe komen jullie erop? Helemaal goed. Dominique. Eerste Kerstdag. Ja, dat is ook heel slim. Ronald? Ik zat te denken aan tweede kerstdag. Ja, dat is goed. Merel. Sinterklaas. Ja, tuurlijk. Dominique. Dag van de arbeid. Is goed, Ronald. Koningsdag, Koninginnedag. Is goed. Merel. Nieuwjaarsdag. Goed, Dominique. Oudjaarsdag of oud en nieuw. Is ook goed. Ronald. Dierendag. Ja. 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 Hij is goed. Merel. Ja. Of een feest. Nee. Of een feest niet? Dominique. Kerstmis of kerstavond? Nee. Ronald, jij mag het afmaken. Allerzielen. Ja, dat is goed. Nou. Drie koningen. Ja? Stop. Ja, wat was er nog? Carnaval en hadden we hele vastdag niet? Oh, jeetje. Ja, maar Ramadan vind ik wel. Ramadan is de vaste periode en het feest dat je viert is het offerfeest. Suikerfeest.
Prinsjesdag. Ik neem dit terug. Ja, ja. Klopt. Ja, klopt. Nee. Ja. Nee, heel goed. Is ook zo. Maar op welke feestdagen vier jij ook echt feest? Nou, ik alleen op Sinterklaas. En dan maak je ook gedichten? Ja, ik heb verder niks poëtisch over mij, maar op Sinterklaas maak ik altijd hele lange, ingewikkelde gedichten. Met kritisch commentaar op degene aan wie ze gericht zijn. Maar het is allemaal nog goed in de familie? Ja, het wordt vaak even stil, maar het trekt na enige tijd weer bij. We gaan verder met onze lijstjes. Deze lijst gaat over de Muppet Show. We zoeken de 25 Muppets die het vaakst te zien zijn geweest in deze geweldige poppenshow van Jim Henson. En Merel mag het eerste antwoord geven. Kermit. Is goed, Dominique. Miss Piggy. Is goed. Ronald? Fonzie. Fons. Fonzie. Is goed. Merel? Stedler. Dat is goed. Dominique? Oh ja. Pas. Sebast. Ronald? Ja, die Zweedse kok. Is goed. Merel? Animal. Is goed. Ronald? Ja, Grover, maar ik weet niet of die erin zit, eigenlijk. Nee dus. Jij mag het afmaken, Merel. Het neefje van Kermit. Een kleine Kermit. Ja, ja, hoe heet hij dan? It's not easy being green. Zingt hij dan zo heel aandoenlijk. Ja, ja, ja. En zijn naam staat er niet tussen. Jemie, nee. Nou ja, dat waren ze dus allemaal. Ja. Vraag 3. Of liever gezegd, lijstje 3. In de top 200 van beste universiteiten ter wereld staan 12 Nederlandse universiteiten. Noem ze en Ronald mag de eerste noemen. Universiteit van Amsterdam. Dat is goed. Merel. De Technische Universiteit in Delft. Dat is ook goed. Dominique. De Erasmus Universiteit. Dat is zeker goed. Ronald. De Leidse Universiteit. Dat is goed. Merel. Universiteit van Groningen. Ja. Dominique. De Universiteit van Maastricht. Jazeker. Ronald. De Katholieke Universiteit Brabant. Nee, die staat er nou juist niet bij. Merel. De Universiteit van Utrecht. Dat is goed. Dominique. Nijrode. Nee. Merel. Universiteit van Wageningen. Wageningen is goed, je mag het afmaken. Stop. Stop. Ja, we kijken nog even wat er miste. Ja. Oh, ja. Dit zijn ze allemaal. Vrije Universiteit Amsterdam hoort er ook bij. Wij kijken dus even naar de tussenstand. Dan zien we dat Dominique 173 seconden heeft. Ronald heeft er 252. En Merel 4 seconden meer. 256 seconden. Dus ja, ik heb niks te veel gezegd als ik aankondig dat de spanning stijgt. Want in de volgende ronde wordt bepaald wie de slimste mens van de dag is. En mag terugkomen. En wie in de finale gaan strijden om het andere ticket voor morgen. Op naar de beslissende ronde. In de ronde het collectieve geheugen krijgt ieder van jullie een beeldfragment te zien. Waarna jullie moeten proberen de 5 bijbehorende trefwoorden te noemen. Het eerste goede trefwoord levert 10 seconden op. Het tweede 20 en zo door naar de 50 seconden. Als je past mogen de andere kandidaten proberen de ontbrekende trefwoorden te vinden. En krijgen er ook de seconden bij als ze het goed hebben. Dominique, jij staat nog altijd het laagst. Dus we beginnen met jou. Beeldfragment 1. Daar komt hij. Morgen. Dat is op de trein naar Groningen toe, hè, meneer? Groningen? Ja, Groningen. Nee, meneer. Deze trein gaat naar Maastricht.
Nee, ik bedoel, ik ga iedere dag met deze trein. Die gaat om 9:10. Ja, dat klopt. 9:10, dat is Groningen, meneer. Nou, meneer, ik wil niet eigenwijs zijn, maar als u blijft zitten, komt uw huis in Maastricht terecht. Nou, helemaal niet, hoor. Nou, meneer, ik ga niet met u in discussie. Oh, dan niet. Maar u zult straks wel zien dat ik gelijk heb. Nou, u zal zien dat ik gelijk heb. Ja, meneer. Oké. Okay. Goeie reis. Ja. Dat ben ik. De Mounties. Goed. Piet Bamberger. Goed. René van Voeren. Goed. TV comedy. AVRO. Pas. Ronald. Sleeswijk. Tros. Stop. Merel. Pas. Goed, Joke Bruis, dat was de vaste gast. En ja, ze maakten ook kluchten en die werden ook vervolgens op de televisie uitgezonden. Een mooie rally van Dominique die meteen in de buurt is gekomen. Wij gaan verder met Ronald voor beeldfragment 2. We hebben hier geen enkele privacy meer in onze keuken. Maar nu zie ik dat u heeft hier... Hier in de keuken geen enkel gordijn. Kunt u niet gewoon een gordijntje ophangen als u last heeft van... Ja, maar waarvoor zou ik dingen gaan doen om die trap te verwerken? Dus ja, ze kijken automatisch of ze willen of niet. Dus als wij gekookte aardappeltjes hebben, dan is dat misschien een idee voor hen om de volgende dag te eten. Ik bedoel... Ronald. Frans Bromet. Goed. Buren. Goed. Zijn dochter zit ook in zijn bedrijf. Hij is van filmregisseur. Hij is ook de commentatorstem. Hij heeft veel films gemaakt. Cameraman. Stop. Ja. Hallo. Dominique. Ruzies. Goed. Hij draaide zelf. Zelf camerawerk. VPRO. Oh. Goed, hè? Ja. Ja. Het kan verkeren. En het laatste beeldfragment is voor Merel. Op de naastgelegen parkeerplaats begint een man uit het niets te schieten. Hij doodt daarbij in ieder geval 1 persoon. Vervolgens gaat hij via de trap het winkelcentrum in. Daar loopt hij al schietend langs de winkels. Hij maakt verschillende slachtoffers. Uiteindelijk schiet de man zichzelf bij de kassa's in de Albert Heijn door zijn hoofd. Merel. Dit is Tristan van der Vlis, volgens mij. Een winkelcentrum. Ja. Oh, wat erg. Hoe heette dat winkelcentrum ook alweer? Wapenvergunning. Ik weet niet meer waar het was. Pas. Ronald. Alfa aan de Rijn. Goed. Bloedbad. Stop. Dominique, jij hebt... De Ridderhof. Dat is goed. Psychiatrisch patiënt. Ja. Hoe heet het ook weer? Wapenschool? Of hoe heet het ook weer? Stop. Misschien ja. Zocht je het woord schietvereniging. Ja, dat bedoelde ik. Ja. Kon even maar in ieder geval... laten we eens eventjes naar de stand kijken. Dan zien we dat Merel 253 seconden heeft. Ronald heeft 274 seconden. En Dominique, die voortdurend achterstond, blijkt vandaag de slimste mens van de dag te zijn. Met 395 seconden. Zo zie je maar. Maar de strijd is hier nog lang niet gestreden. Want wie mag met jou mee naar de volgende aflevering? Is het Ronald of is het Merel? Dat gaan we zien in de finale. Welkom in de finale en het wordt een vrede finale, want één van jullie zal moeten afvallen en jullie zijn ons beiden zeer dierbaar. Wie het eerst de tijd van de ander op 0 seconden brengt, wint de finale. Jullie krijgen steeds 1 vraag waar we 5 antwoorden bij zoeken. Voor elk goed antwoord dat jullie geven gaan er 20 seconden af bij de tegenstander. Degene met de minste seconden mag beginnen. U ziet de stand. Merel 253, Ronald 274. Het is alsof ze gelijk staan. Maar goed, Merel heeft iets minder seconden, dus die mag beginnen. Merel, let op. Wat weet je over het Koninklijk Paleis te Amsterdam? Het was vroeger het gemeentehuis van Amsterdam. Het staat op de Dam in Amsterdam, goed. Tegenover het Nationaal Monument.
Paleis op de Dam. Het is waar de kus tussen Maxima en Willem-Alexander plaatsvond. De kroning, de balkonscène. Goed. Pas. Ronald. De inhuldiging vond er plaats. Dus als een tentoonstellingsruimte wordt het ook vaak gebruikt. De koningin slaapt er af en toe. Of de koning. Stop. Ja, de troonopvolging, dat wil zeggen de papieren werden daar ondertekend. Hè? En de architect van het gebouw, Jacob van Kampen. Ronald heeft nu 205 seconden, Merel heeft er 233, dus nu mag Ronald beginnen. Wat weet je, Ronald, over Einstein? Relativiteitstheorie. Goed. Het was volgens mij een Oostenrijker of een Zwitser. ESMC-kwadraat, ja. Zijn uitvinder, heeft de tong uit zijn mond, Albert Einstein, stop. Albert was goed. Oh. Ja. Merel. Die appel, die valt. Zijn grijze haren. Ik weet pas. Pas. Oh. Ja, die heeft hij ooit gekregen. En natuurkundige. Hij was een natuurkundige, ja. Natuurkundige. De situatie is Merel 166 seconden, Ronald 191. Dus nu is het weer Merel die mag beginnen. Wat weet je, Merel, over Sylvie Meis? Sylvie Meis was getrouwd met Rafael van der Vaart. Goed. Ze woont in Duitsland, is een presentatrice. Goed. Ze heeft ooit gespeeld in Costa. Ze heeft geacteerd, ze was ook een actrice. Ze doet, ze is de Duitse Linda de Mol, pas. Ronald. Ook actrice, Boularus, voetbalvrouw, stop. Ze was ooit model, of is het misschien nog wel? Ach, ja. Ze heeft borstkanker gehad en ze is dus gescheiden. Ja. Ronald, wat weet je over Staphorst? Staphorst, Zwarte Kousenkerk, Bijbelbelt. Goed. Ligt in Gelderland of in Overijssel. Overijssel is goed. Ja, stop. Merel. Gereformeerd pas. Maar dat is wel goed. En ja, er wordt veel op de SGP gestemd daar. Merel heeft 89 seconden, Ronald heeft 115 seconden. Het is of jullie het erom doen, want Merel mag nu weer beginnen. En het wordt langzamerhand spannend. Wat weet je van King Kong, Merel? King Kong is een hele grote zwarte aap. Dat is een film van... Is goed. King Kong heeft op haar pas. Ronald. Gorilla. Goed. Stop. Grote zwarte aap. Skull Island, hoorde er nog bij. Daar leefde King Kong en Empire State Building. Maar daar klom je in, de beroemde scène. Jij mag weer beginnen, Merel. Let op. Men heeft kunnen vaststellen welke lettertypes het meest worden gebruikt op de pagina's van het internet. We zoeken de top 5. Times New Roman. Goed. Comic Sans. Goed. Lettertypes. Times New Roman. Comic Sans. Verdona. Verdana. Pas. Ronald. Arial. Goed. Ariel, let op je. Stop. Oh, ja, nu is het in één keer. Heel super spannend. Ja, wat heet. Wat heet. Kijk, de situatie is als volgt. Ronald, jij mag dus beginnen. Twee goede antwoorden, Merel is weg. Let goed op, je hebt nog maar 9 seconden, Ronald. Ja. Maar je mag wel beginnen dus. Daar komt hij. Wat weet je nog over Ronald Reagan? Star Wars president, Amerika, acteur. Ja. En je hebt nog 6 seconden over. Helaas. Helaas, Merel. Helaas. Jullie zijn ons allebei even lief en Merel, ja. De antwoorden nog eventjes, hè. Dus president, ja, was ooit acteur. Reaganomics, dat is... zijn economische aanpak. Nancy, dat was zijn vrouw. En hij overleefde
een moordaanslag in 1981. We zijn er morgen weer, dan wederom met Dominique van der Heijden en met Ronald Snijders. En met een nieuwe uitdager, presentator Klaas Drupsteen. Met dank aan onze eenmansjury, Maarten van Rossum. En graag tot morgen. Download nu de app, daag je vrienden uit en speel zelf de slimste mens. Mail me. Like me. WhatsApp me. Kom langs bij me. Ding.